Goedemorgen, het is maandag, wij zijn wakker en of je gaat zo naar sportschool, ik druk het even niet. Maar ik ga even douchen zo en me klaarmaken. We hebben DJ les vandaag, daarvoor moet ik even langs om mijn laarzen op te halen voor mijn trip voor vrijdag, voor Spitsbergen. En daarvoor wil ik even hier werken aan vlogs en ik wil eigenlijk de kast in elkaar gaan zetten vandaag. En dat filmen ook, maar dat wil ik na DJ-les doen, denk ik. Ja. Morgen ga ik naar Oslo. Ik heb echt super zin in. Met Opel persreisje 2 dagen. Heel erg leuk. Dat moet ik, nou, dat doe ik voor het slapen. Pak ik daarvoor in. Ik heb net gedoucht. Ik heb me aangekleed. En Foef is volgens mij al naar de sportschool. Ik weet niet wat ik met mijn haar ga doen. Ik ga denk ik even los. Ja, nee, ik wil het vanavond wassen. En... ja. De handschoenen zijn binnen die ik had besteld. Ik had warme, super tegen vocht en ijs en dat soort dingen. Handschoenen nodig. Dat hadden we eigenlijk niet. Voor Spitsbergen. Dus ik heb deze gekocht. Maat medium. Dat zal lukken, denk ik. Niet dat ik ooit op wintersport ga of zo. Maar ik bedoel, ik had ze nodig voor deze reis. Serieus, dit gaat toch mis qua. Dat, het is zo mooi wit. En ik zie de foundation vegen al zitten. Dat je even zo je haar weghaalt. En dan zo'n huidskleur erop hebt. Zit wel goed. Ja, blij mee. Wow. Ik heb een aantal uur beneden gewerkt, zitten editen. En nu ga ik me opmaken, want we gaan er straks vandoor. Dan gaan we naar Amsterdam. Eerst even iets halen, les en zo. Maar eerst make-up. Ik zit me op te maken en ik bedenk me ineens, want Foef had mijn visierkit opzij geschoven voor de computer, voor de DJ's en zo. En toen dacht ik, ik moet eigenlijk die kit maar eens in mijn collectie gaan leggen. Dus ik moet die spullen eruit halen en tussen mijn eigen spullen leggen. En ik ga toch nu, ik heb nu extra laadjes, want ik heb allemaal van die Anastasia Browis potloodjes en zo, die gebruik ik niet, want ze zitten in mijn kit, maar ik gebruik mijn kit niet. Dus ja, ik denk dat ik dat even ga doen, terwijl mijn gezicht aan het beken is. Kijk, mijn kit. Mijn kit. Ja, het zijn wel heel veel visagie dingen. Kijk. Dit. Dit kan ik allemaal eruit halen. Ik heb hier. Dit is voor de haartang. Er zit nu geen tang in alleen. Dus ik heb al best wel veel dingen eruit gehaald. En hier zitten ook dingetjes. Yes. Hier. Brow is. Verzorgingsproducten. Highlighters. Nog meer verzorgingsproducten. Tja, alles kan eruit. 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 Ik heb me opgemaakt. Dit is de look van de dag. Verder heb ik mijn haar in een vlecht gedaan. Het zit voor geen meter. Dan heb ik vandaag dit shirt aan. Deze broek en mijn Nike's. En die jas ligt in de auto, maar het wordt lichtroze jas. Ja. De lipkleur die ik vandaag op heb is van The Body Shop. De Matte Lip Liquid in... waar staat de kleur? Oh, Nairobi Camellia. Ik vind het best wel een mooie kleur. En de geur die ik vandaag opdoe is Erdi Joya van Giorgio Armani. Wij zijn onderweg naar Amsterdam. Super chille muziek. Dat ja. Wat is dit ding? Ik zie het altijd. Nu kan ik het filmen omdat Foefie aan het draaien is. Wat is het? Het is een, zo'n sportringetje. Maar... oh, ik dacht een wiel, zeg maar. Ja, zo'n wiel waar je dan je handen... wat? Van vroeger, gewoon het wiel. Ah. Ik heb even de laarzen opgehaald voor Spitsbergen. Kijk nou. En onderweg naar DJ-les. OMG, we zijn te vroeg. Oefenen. Maar ik vind hem niet om een of andere reden. Dus hij is niet gelukt. Ja. Dit nummer doet me altijd denken aan Doel. Weet je nog wat ik Doel inreden? Hadden we het net maar gedaan? Ja, altijd als ik dit nummer hoorde denk ik aan dat we zo heel langzaam door Doel heen reden. Hier dit. Dup, 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 dup. We hebben net DJ les gehad, dat was echt heel erg leuk. Ja, we zijn nu denk ik DJ Chester niveau. Oh nee, dat is nog erger als mensen het niet zouden weten. Willen we DJ Chester of DJ Sean?
Nee, Martin Garrix wil je zijn. Crack. Major Lazer wil je zijn. Nee, oké. Okay. Het ging best wel goed. We hadden echt heel leuk samen gemixt. En elkaar over laten lopen en zo. Dat is wel echt heel erg cool. We hebben nog één les. Walking on a dream and sunglasses at night. Nou, in ieder geval, we hebben nog één les. En dan... Walking on a sunglasses at night. Dat is gewoon... Ja, walking on sunglasses. Nee, maar dan heb je, we hebben zeg maar de basis gehad. Nu gaan we naar huis. We zijn heel even langs de Action geweest. Wat te drinken. En nog een paar dingetjes. Waaronder, ik heb allemaal Action make-up gekocht. Want iedereen is altijd helemaal into de Action make-up. En ik heb wel wat ervan gedaan. Maar ik denk dat ik ook maar mee ga doen aan de complete look met Action producten. De halve tag of wat het ook is. De trend. Want ik vind het wel heel cool. Wij zijn thuis, of althans vroeg is alweer weg. Hij is naar therapie voor zijn rug. Het is 7:30. Ik ga even avondeten maken. Hij is best wel laat thuis, 9:30, 9:30. Dus ik ga denk even pastaatje maken. En dan kan hij dat zo even opwarmen. En geen tijd meer om tussendoor nog... zeg maar, het kwam in de file. Dus 6:30 thuis, 7:00 is een afspraak. Dus even snel eten maken. Ik ga eten en de helft van hem bewaren. Ik ben even aan het koken. Ik heb zo'n bizarre situatie deze week. Ik vlieg morgen naar Oslo met Opel. Daar blijf ik dan een dag. Dan slaap ik één nachtje. Volgende dag vlieg ik terug. Dan ben ik één dag in Nederland. Dat is donderdag. En dan vrijdag vlieg ik naar Spitsbergen via Oslo. Dus ik vlieg gewoon deze week twee keer naar Oslo. Echt, zo ben je er nooit. Zo ben je er twee keer in de week. Maar ik had het er net al over. En we hadden echt zoiets van, ja, ik kon daar net zo goed. Sowieso is dat zeg maar allebei los van elkaar al geboekt en zo. Dus het had even niet anders gekund ook. Maar aan de ene kant, je zou dan denken, ga naar Oslo en blijf daar lekker. Maar de reden dat ik terug moet vliegen is... Onder andere, geloof het of niet, omdat ik werk een week vooruit met mijn vlogs ook. En het is zo goed, want ik ben dus naar het buitenland straks. Spitsbergen is precies 6 dagen. Dus dan ben ik net op tijd terug om mijn vlog te importeren en alles. En te uploaden. Maar nu zou dat misschien een probleem kunnen zijn als ik langer dan een week weg ben. Daar heb ik van geleerd. Van vorige keer Ibiza, dat we met Steven en Yves naar Ibiza waren, toen waren er 7 dagen, geloof ik. Want toen had ik echt een probleem met uploaden. Dus wij gaan ook binnenkort met mijn moeder op vakantie. En dat heb ik bewust 6 dagen gedaan. Omdat ik weet dat ik anders mijn vlog niet tijd heb. Dus ja. Maar ja. Gek toch? 2 keer nog zo. Nou ja. Zo loopt het nou helemaal. Spinazie crème pasta. Gemaakt van kokoscrème. Crème. En nog een paar dingen. Ik ben helemaal in de zon gedroogd. Maar de laatste tijd. Heerlijk. Zal ik Roddels deel 2 opnemen? Ik zie er een beetje te verlept uit op het moment. Het is nu 7:30. Nee, weet je wat het is? Mijn conditie zegt best goed eigenlijk sinds ik zoveel cardio doe voor school. Maar als ik er ook op kom, nee. Nee, weet je wat het is? Ik moet er altijd een beetje fris en fruitig uitzien als ik film. Daarom film ik altijd graag in de ochtend. Als ik goed in beeld ben, als ik me veel moet vertellen. Ik maak ook heel vaak fouten als ik in de avond film. Dus nee, ik ga het nu niet doen. Maar wat ik wel ga doen, is de kast in de... Hallo, de kast staat. Yay. Hij is nog niet gevuld. Maar ik heb in ieder geval al gefilmd voor Beauty Gloss. En dit is zeg maar deel 1. En ik heb heel erg zin om de volgende delen op te nemen. Het is inmiddels 10:30. Ik moet gaan inpakken omdat ik morgen naar Oslo ga. En ik wil ook even douchen en mijn haar wassen. De taxi is druk. En de taxi besteld voor 7:15. Ja. 7:15. Yes. En we vliegen om 9:20. Maar dit is dus hoe ik dan reken. 9:20. 8:20 op Schiphol zijn is echt voor mij te risky. Als er iets gebeurt op de weg of zo, you never know. Weet je wel, dan haal ik mijn vliegtuig niet. Dus dan ga ik voor 7:20. Dat is 2 uur ervoor. Dat vind ik wel heel ver. Dus ga ik 7:30. En 7:15 de taxi hier. Ongeveer in 3 kwartier kan ik er wel zijn. Maar het hangt er wel vanaf een beetje hoe laat. Want als het iets laat zou zijn, dan zit je echt midden in de spits. Ik ben er misschien nu net voor of middenin. Nou ja, uiteindelijk ben ik uitgegaan van ongeveer 2 uur te vroeg. Dus ja, weet je, wat er ook gebeurt. In het ergste geval ben ik 1 uur te vroeg. Oeh, weet je wel. Maar ja, you never know. Ik heb één keer meegemaakt. Ik weet niet of ik toen al vlogde. Maar toen ben ik wakker geworden op het moment dat ik op Schiphol had moeten zijn om in te checken. Dat was echt heel erg. Ik ben volgens mij ging met Nivea naar Londen. En ik heb het gered. Hè. Ik heb echt als een gek ben ik mijn spullen aan. En hof in die trein. Toen woonde ik nog in Urbanen. Dus dan kon ik zo met die trein. Dat scheelde wel. Echt het grote voordeel van wonen bij Den Haag Centraal was wel, je rolt naar beneden zo die trein in en je bent zo op Schiphol. Dus ik was er toen in 30 minuutjes of zo en
En echt gewoon hollen, hollen, hollen. Ik ben letterlijk aangerend en echt zo woef tot vliegtuig ingedoken. Ja, dat was wel echt heel erg. Toen had ik me echt verslapen. En weet je, je hebt verslapen. Je hebt verslapen, je hebt verslapen, verslapen. Nou, dit was toch wel echt een partij verslapen, verslapen. Als in letterlijk wakker worden. Oh, mijn vlucht gaat zo. Hier ben ik altijd langs mee bezig. Mijn beauty spullen uitkiezen. Alles maar voor één nachtje. Ik wil gewoon zeker weten dat ik de goede dingen bij me heb. Die. Ah, hier is dus mijn mascara die ik kwijt was. Die zal nu al uitgedroogd zijn. Ja, die is niet meer goed. Die kan in de bak. In dit tasje heb ik ondergoed, sokken en mijn pyjamaatje. Zo. Volgens mij heb ik echt nog nooit zo minimaal gereisd. Ik heb zelfs nog een extra trui mee. Eigenlijk is dat niet eens nodig. Maar ik heb hier ondergoed, sokken, pyjama, verzorgingsspulletjes, make-up, trui voor de dag erna. En boek. That's it. En dan een klein handtasje waar gewoon mijn paspoort in zit en zo. Top! Het is middernacht, we gaan slapen. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye bye. Ja, tot misschien morgen en anders overmorgen. Ja, overmorgenavond. Dag.